Singles. Romantiek. Liefde. De manier waarop we daten is veranderd. Mede door maatschappelijke veranderingen en de groeiende populariteit van online daten voelen singles minder druk van familie en vrienden om een relatie te beginnen. De afgelopen decennia hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden, zeker in 2020. Door de huidige situatie daten singles nog meer online. Ze hebben er alle vertrouwen in dat ze ook online echte liefde kunnen vinden. Het geeft ze de kans om makkelijk singles met verschillende hobby's, interesses of culturen te ontmoeten. Sinds het begin van de coronacrisis zijn singles steeds meer op zoek naar iets echts. Een ware liefde die serieus en oprecht is. Er vinden nu veel meer eerste dates plaats dan in de jaren hiervoor. Misschien doordat er meer singles online zijn en online daten geen taboe meer is. En het traditionele beeld dat vooral mannen de eerste stap zetten, gaat anno 2020 niet meer op. Vrouwen nemen steeds meer initiatief als het op daten aankomt. En seks? Een meerderheid wacht tegenwoordig liever tot de vijfde date. In een wereld waar het huwelijk niet langer het belangrijkste doel is voor singles, heeft commitment een nieuwe betekenis gekregen. Het daten is veranderd, maar de liefde niet.